Zijn jullie met genoeg thuis? Dat is thuis dat mijn grootvader en grootmoeder samen gezet hebben. En ik heb daar heel veel herinneringen aan als kleinkind eigenlijk. De zondag kwamen we dan bijeen met 35 gasten hier buiten spelen. Thuis op stel te zetten. Ja, dat zijn goede herinneringen. De Neulenberg. En jij? Het doet eigenlijk plezier dat we dat kunnen omvormen hebben naar een plek waar dat mensen zich welkom voelen uit de werkcontext. Opleidingen kunnen volgen. Dat doet wel plezier. Zo van, het heeft een nuttige bestemming gevonden. Moest jij je eigen logo maken? Een logo voor Louise. Hoe zou dat eruit zien? Zo een teken dat jij ze, dat je voorstelt. Zou dat weten wat? Voor de klanten of voor investeerders was dat niet duidelijk. Wat is nu het verschil tussen Colruyt, Colruyt laagste prijzen, de winkels, en Colruyt, Colruyt als groep? En daarmee dachten we, oké, het is misschien goed dat we ieder als Senje zijn logo geven, zijn duidelijkheid geven. Maar was de vraag, ja, Colruyt groep, we hadden samen een missie, maar welk teken hoort daarbij? En daarmee zijn we op zoek gegaan naar een teken die eigenlijk de groep voorstelde, naar een nieuw logo dat los stond van Colruyt laagste prijzen. Team baby. Ziet je? Allemaal in ene cirkel rond de tafel. We wilden ergens zo'n gevoel van samen geven. Dus het werd al rap zo een cirkelbeweging. Maar niet helemaal toe. Het moest toch open zijn naar de wereld. Er moest een stuk herkenbaar in zitten van de Colruyt groep. En het moest een kleur zijn, we hebben lang gezocht, groen, blauw. We gingen toch niet het oranje overnemen, want dat hadden we echt voor Colruyt laagste prijzen laten. Dus een kleur die eenvoud voorstelde. We willen onze klanten eenvoud aanbieden. En uiteindelijk is Jo dan gekomen met wit. Maar ja, dat was perfect, hè. Wit is de meest neutrale kleur die eigenlijk alles mogelijk maakt. Je kunt er alles mee doen. Bon papa, overgrootvader. Dat is Jo. Toen ik in het bedrijf begon, waren we 5000. Ik vond dat al zoveel. En nu, zoveel jaar later, met 27.000, nee, dat is zo'n klein beetje irreëel. Zo, hè. Dat is al een redelijke grote stad, hè. Qua hoeveelheid. Maar ja, goed. Het is stap voor stap gegroeid. Ik heb het gevoel, als ik zo de jongere familieleden zie, die hun authenticiteit, de kracht waarmee dat die in het leven staan, de no-nonsense waarmee dat die naar de dingen kijken, de zin dat die hebben in het leven en er iets van te maken, daar heb ik eigenlijk veel vertrouwen in de toekomst. Die dobbe, daar, die dobbe, dobbe. Ik denk dat dan de mensen het meest in hun kracht staan als ze gewoon kunnen zijn wie dat ze zijn, met hun talenten, met hun gaven. Zo authentiek mogelijk jezelf zijn en doen waar dat je goed in bent. Dan komt de mens het meeste tot zijn recht. Een hele groep mensen die met vol enthousiasme daarvoor gaan. Ja, voor mij is dat is plezant, dat doet plezier. Ik zeg niet dat al de momenten even gemakkelijk zijn of plezant zijn. Maar dat resultaat daarvan dan zien, zo, hè, dat gevolg daarvan. Van een droom, ja, een droombeeld. En dat zie je dan zo stap voor stap realiteit worden. Ja, dat is hetgeen dat mijn klokje doet tikken zo.